Ik denk dat we er allemaal over eens zijn, als ik de geluiden hoor, dat er veel meer moet gebeuren. Veel meer op het gebied van educatie en voorlichting. Vanuit waar dat maar wezen kan, vanuit de scholen, vanuit buurtorganisaties, vanuit overheidsinstanties. En uiteraard, wat je de mensen ook hoort zeggen is, een scherpere handhaving, een strengere handhaving, een striktere handhaving. Dat bedoelen we niet per se hoge boetes, maar aanwezigheid van met name de politie kan het ook goed doen. Maar ook als wij meerijden in een voertuig, wat doen we met de autobestuurder als wij zien dat hij zich niet aan de regels houdt, rijdt door rood. Ja, als hij de snelheidslimieten overschrijdt, wat doen we met die bestuurder? Zeggen we er iets van? Of laten we het daarbij? Dus ik bedoel, ook die bredere handhaving, die moet ook gaan gebeuren. De politie is al bezig met die snelheidscontroles. En we moeten kijken naar die snelheidsblokken. In de tijd is er gesuggereerd om de snelheidsblokken bij de eerste keuring aan te brengen in de voertuigen. Dat is één optie. Een andere optie is wanneer iemand zich heeft bezondigd aan het overtreden van de overschrijden van de maximum gestelde snelheid op een weg. En die persoon heeft een ongeluk veroorzaakt. Bij wijze van correctie zou je dan die blokker kunnen aanbrengen in zo'n voertuig. Dat zijn zaken waar we allemaal nog even over zouden moeten brainstormen en kijken welke de beste optie is.